Als we naar de cijfers van Air France KLM kijken, dan zien we dat het wat onder de consensus verwachting was. Het was een prachtige verbetering weliswaar. Het bedrijfsresultaat ging van min 79 naar plus 79. Maar analisten hadden een bedrijfswinst van 94 miljoen verwacht. Dus dat was wat slechter. Desalniettemin stijgt de koers er toch op. En dat komt vooral omdat de vooruitzichten voor het tweede halfjaar goed zijn. De kostenbesparingen zullen fors zijn in het komend jaar. Er zullen opvallend genoeg, ik weet niet hoe dat kan, maar geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. Heel bijzonder, maar in een semi-Frans bedrijf kan dat blijkbaar. Afgezien van die kostenbesparingen die al van tevoren waren aangekondigd, hebben ze vooral hun positieve verwachting voor het komende half jaar uitgesproken op basis van een stijgende omzet per stoel. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want iedere euro die je op zo'n stoel meer verdient, betekent gelijk dat het doordaalt naar de netto winst. En voor de rest hebben ze hun brandstofkosten vrij goed afgedekt. En dat betekent dat van de huidige stijgende olieprijs, dat ze daar niet zoveel last van hebben. Als we naar de langere termijn kijken voor Air France, dan zien we dat ze nog veel in te halen hebben. Hun kostenpositie is te hoog. Nou ja, dat verklaart ook waarom ze met zo'n enorme kostenbesparingen gaan beginnen. Maar ook binnen Air France zie je duidelijk dat de kosten gehaald moeten worden. Dus dat betekent dat er heel veel mensen te veel nog rondlopen bij Air France. En ik ben benieuwd of die weggereorganiseerd gaan worden of niet.